Hallo, ik ben Helene Pen en dit is mijn paard Vira, een 10-jarige jazzdochter. En waarom zijn wij zulke goede maatjes? We zijn heel goed op elkaar ingespeeld en proberen compromissen te sluiten met elkaar. En ze wil hartstikke hard voor me werken, dus het gaat hartstikke goed. Ik ben Tim Lips en dit is mijn paard Concrex van Carlos. Ja, hij is eigenlijk wel mijn maatje, want hij is net zo gek als ik van de sport. Dus we gaan er alle twee voor en... Daarom denk ik ook dat we het al zo lang met elkaar uithouden. Nou, we hebben net de heuveltraining gedaan. Dus dan galopperen we de heuvel op. En dan moeten we drie keer de heuvel op in verschillende snelheden. En dan als ik boven ben, dan wordt er dus de lactaat gemeten. Wordt een beetje bloed afgenomen bij het paard. En dan kunnen ze op zien of dat die verzuurt, ja of nee. Ik heb natuurlijk nog niet alle resultaten te horen gekregen. Maar zijn laatste lactaatmeting was lager dan de ene laatste. En dat geeft wel aan dat hij zeg maar heel erg fit is. We hebben echt veel galoptraining gedaan en heuveltrainingen. En de uitslag van deze test moeten we nog krijgen, maar ik denk dat die zeker goed is. Ja, voor een paard is eigenlijk de Olympische Spelen gewoon een andere wedstrijd als andere wedstrijden. Het is alleen, hij heeft ook wel door dat het een groot kampioenschap is. Omdat er natuurlijk de tribunes zijn een stuk groter, de atmosfeer is gewoon anders. Dus die paarden hebben dat ook wel door. Nou, ik denk niet dat ze weet dat ze nu op de Olympische Spelen rondloopt. Maar ja, het zal zeker meer mensen zijn, meer grotere ambiance. En zeker wel groter en spannender en mooier dan misschien een andere wedstrijd. Maar we gaan het zien. Ja, Vira is wel een heel nerveus paard. Dus die is wel gevoelig voor de spanning en veel mensen en dingen. Maar op zich, zeker in de cross, als ze de ding moet doen, dan doet ze dat. En dan heeft ze weinig oog voor andere dingen.